Hi mensen, even laat op de avond. Ik krijg net een screenshot doorgestuurd over Ticketines. Wij noemen hem eigenlijk persoonlijk Ticketokketines. Hij moest weer geld hebben. Is het jullie al eens opgevallen dat er door de onder andere gele hesjes heel veel demonstraties zijn georganiseerd waar nooit een kwartje voor is gevraagd? En hij blijft mijn geld vragen. Een geluidbox, die koop je maar één keer. Zo zijn er heel veel spullen, die koop je maar één keer. Hij blijft maar geld vragen. Gaat er nu echt geen lichtje bij jullie branden? Zien jullie het nu echt niet? En waar ik me ook mateloos aan irriteer, is het nou nooit iemand opgevallen dat sinds Ticketokketines demonstraties organiseert, dat er een overload aan politie en ME aanwezig is, dat dat daarvoor nooit is geweest? Denken jullie nu echt dat het alleen maar met corona te maken heeft? Nou, ik geloof er helemaal net niks van. Ik geloof dat er veel meer achter wegsteekt. Jullie moeten het mezelf weten, hè? Maar ik zeg het gewoon, hè. Ik zeg gewoon even mijn constatering. Maar dat klopt natuurlijk niet. Ik klopt voor geen kant of al. Denk er maar eens rustig over na. En goede rust alvast.